een aantal spelers. Nou, laten we even de opstellingen bijpakken. Dan kun je meteen een link naar het internationale voetbal maken. Van die aftal die je net noemt met de KNVB, die heel succesvol waren. Die onder 17, onder 18 jeugd. Die onder 17 haalde mee de halve finale. Verloren van Portugal met 2-0. En de opstelling van dat team geeft eigenlijk wel aan welke spelers je had. Dat is natuurlijk een berg, ik heb ze hier ook hoor. Een berg als ik dat de bekende namen zie. Je had De Ligt daar wel bij, je had Wijndal erbij. Je had Malen erbij. Kortom, dat is, ja, dat klinkt overdreven, maar als je daar nu terugkijkt. Allemaal buitengewoon goede spelers. Pascal Struik, deze zie ik staan. Ja. PSV, Kluivert. Lonwijk was dat daar nog bij. Ja. Justin Kluivert. Ja, die is op de bank. Ja. Wacht, welke opstelling heb jij nu hier? Dit is hier onder 17 finale. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Maar je kijkt naar de wisselspelers. Ja, Kluivert of wisselspeler. En de basis noem ik net een paar namen. Dit was het eerste jaar voor mij onder 17. Dit is de 99 lichting. En daarvan werd gezegd, er waren heel veel laadrijpers. Dus heel veel jongens van de laatste kwartaal van het jaar. Dus een Kluivert was toen nog een jochie. Wijndal was een jochie. Cardiolo was een jochie. De enige die vroeg rijp was Matthijs de Ligt. Ja. En Bakboord en Nunnely die speelden al in de onder 19. De rest speelde allemaal in de onder 17. Ja, als we hier nou mee beginnen, dan zie je hier toch wel dat Nederland als voetballand, we twijfelen wel eens aan ons. We zeggen wel, we zijn een kleine competitie enzovoort. Maar er komen toch wel een paar spelers door ook, hè, als je dit ziet. Zeker. Wat ik wel interessant vind, is bijvoorbeeld Pascal Struik zit daar op de bank. Die begon het toernooi als basisspeler naast De Ligt. En die maakt een totaal andere ontwikkeling door dan De Ligt, die twee. Hè. Struik die gaat naar Engeland, naar Leeds, verdwijnt een beetje uit beeld. En komt nu in de Premier League weer in beeld. Maar kun jij, als je bondscoach bent... Hij heeft voor het eerst gescoord, dacht ik, het weekend. Hij heeft afgelopen weekend voor het eerst gescoord. Ja. Jij bent dan bondscoach van die jongens. Kon je toen al zeggen, die en die en die, dat worden wereldsterren? En ik heb het dan over De Ligt en Juventus bijvoorbeeld. Kon je dat toen al zien aankomen? Of is dat heel moeilijk te zeggen, nou, als iemand 16, 17 is? Ik heb wel diverse keren gezegd over jongens, van die gaat het zeker niet redden. Of jongens, die gaan het zeker redden. En daar heb ik geen gelijk in gehad, zeg maar. Ja, het is lastig, hè? Het is echt Pascal Struik bijvoorbeeld, die begon bij mij in op het EK als linkercentrale naast Matthijs. Ja. Maar die had zoveel moeite in die periode. Hij was groot en sterk, maar voetballend en qua wendbaarheid en snelheid. En daar had hij heel veel moeite mee. En daarvan had je gezegd, je gaat het niet redden? Nou ja... Dat gaat heel moeilijk worden voor jou om de top te halen, zeg maar. Maar het is wel een typische Engeland speler. Met kracht, met kopkracht. En hij heeft wel een enorme goede slag gemaakt. Ja. Dus dat is wel knap. Ja, Wijndal zag ik ook staan. Die natuurlijk waarvan je misschien ook al kon zien aankomen. Dat wordt een Eredivisie voetballer. Maar hij staat nu ook al in Oranje. Het is best snel gegaan. Maar Wijndal was bij onder 17. Die was van, volgens mij is hij van november. Ongelukkige maanden dus. Ja, een jochie ook. Dus die heeft er ook wel eens niet bij gezeten. Dus hij heeft uiteindelijk een heel goed EK gespeeld. Maar als centrale verdediger? Als centrale verdediger, ja. Dus, en dat kan hij ook, want hij is inzichtelijk ook goed. En hij kan goed voetballen. En nou ja, we halen uiteindelijk de halve finale. Tegen Portugal de latere winnaar gingen we eruit. En dat hadden we eigenlijk niet zo ingeschat. Omdat we waren eigenlijk best licht in die lichting. Malen in de spits? Malen in de spits. Toen nog speler van Arsenal in die periode. Ja, die zat toen in een moeilijke fase. Die inderdaad bij Arsenal zat eigenlijk tussen onder 18 en mocht af en toe bij Wenger mee trainen met eerste. Maar dat was meer omdat Raiola dat had uitonderhandeld. Niet op basis van zijn prestaties op dat moment. Donia was op dat moment, toen de tijd zat Andries Jonker als hoofdopleiding bij Arsenal. Ja. Ik had daar veel contact mee met Frans de Kat. Wij vonden Doniel te makkelijk, te gemakzuchtig en niet alles uithalend. Een enorme atleet. En die strijd hebben we ook met hem gevoerd. Die heeft ook een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Mooi om te zien. Durf jij te zeggen, als je een aantal namen de revue laat passeren. Bijvoorbeeld, we laten ook wat beelden zien straks. Praten we gewoon door met onderweer Brobby erin. Dat spelers te vroeg weggaan naar de internationale competities. Want ook nu in Engeland zie je, is het Hoover die nou via alle omzwervingen nu bij Wolverhampton Wanderers zit. Ja. En gaan ze te vroeg? Of dat is de eeuwige discussie, hè? Ja, het is ook zo lastig, want dat zijn ook jongens die soms uit bepaalde milieus terechtkomen en dan een salaris voorgeschoteld krijgen, waar je als 16-jarige met de hele familie geen nee tegen kunt zeggen. Want dat gaat dan om een aantal jaar salaris voor zo'n hele familie. Ja. En die,
daar heb je als 15 of 16-jarige mee te maken. Ja, daar kan ik wel gaan overoordelen van dat is onverstandig. Want het is ook onverstandig. Want je kunt beter bij een Eredivisieclub nu te gaan maken. En dan op je 21ste misschien een keer gaan kijken. Dat zal Kees ook zo vinden. Alleen, ja, het is zo lastig om tegen dat geld. Ian Maatsen zit bijvoorbeeld bij, is naar Chelsea gegaan. Geweldige speler van die lichting 2002 is dat. De buitenspeler. Ja. Nee, linksback of middenvelder, centrale middenvelder. Ian Maatsen. Oh ja, 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 ja. Die is van Sparta naar PSV-opleiding gegaan en toen naar Chelsea. Die zit ook, die is volgens mij ook uitgeleend in Engeland. Ja. Maar daar gaat Nederland, in mijn beleving, hoe ik hem heb gezien, ook een hoop plezier aan beleven. Ja, en nu hebben we weer een spits van Ajax die op 16 jaar geleefd en naar Borussia Dortmund gaan. Ze vliegen wel heel vroeg uit. Ja, en dat is afwachten hoe die... Er staat nu ook een 16-jarige af en toe in de basis bij Dortmund. Het kan heel snel gaan, maar... Ja, we kunnen ook pas over 5 of 6 jaar die jongen weer ergens terugzien in de Eredivisie. Omdat het dan niet gelukt is. En zo zijn er heel veel voorbeelden. Ja, ik zie Tjong ook in dit af te staan. Hè? De EK 2016 onder 17. Tjong staat bij nummer 11. Ja, ja, die heeft bij Manchester United natuurlijk altijd een super verdette geweest. Ook bij Jong of Oranje onder 16, 17. De grote Tjong van United. Maar je ziet nu dat hij eigenlijk op zijn niveau terechtgekomen is. Dat hij kan beginnen bouwen aan een carrière bij Club Brugge. Ja. Een zware blessure gehad. Kruisbandblessure gehad ook. Dus heel wat pech gehad. Dus, Maar er zijn toch wel Malasia. Het zijn nog wel een talentvol geheel, mogen we wel zeggen. Maar anders had je ook de halve finale niet gehaald. Nee, dat klopt. Maar nogmaals, in het licht, kijk, je ziet ze nu anders dan als ze toen waren. Toen waren het echt nog lichtgewichten. Wij moesten tegen volwassen kerels van Duitsland en van Portugal bijvoorbeeld. En bijvoorbeeld, dat is wel een mooi voorbeeld. Justin Kluivert bijvoorbeeld, dat was een groot talent in Nederland. Ja. En die maakte het verschil wekelijks in de onder 17 bij Ajax. Maar als wij tegen Frankrijk of tegen Duitsland, werd die weggeblazen. Ja. Dan gingen ze over hem heen en dan moest die omschakelen wat hij helemaal niet gewend was. En als hij de bal had, dan werd hij gelijk onder druk gezet. Dus die heeft later moeten leren om daar zich tegen te wapenen. Ja, laten we het andere helft er even bij nemen. Die wedstrijd heb ik allemaal gezien. De Europese Commissie van 2018, onder 17, waarbij je na strafschoppen, dacht ik, 2-2, toch? Wint van Italië. Ja, klopt. Suleiman, hier lopen er ook wel een paar bij. Ja, ik pik nu Gravenberg, Jokar en Redan er meteen uit. En Redan bij Chelsea toen, de grote jongen in de onder 18. Ja. En ja, die is nu ook bij Hertha BSC in het tweede elftal op een dwaalspoor geraakt. En dat zie je denk ik ook niet aankomen. Ik denk dat ik die drie nu noem als het meest opvallende. Maar ja, hier zit misschien de opvallendste nog niet eens bij. Want in die lichtingen toen speelden wij vaak met Myron Boadu aan de linkerkant. En Redan op 10. En dan hadden we vaak een andere in de spits staan. Zakaria Bouklal heeft daar veel gespeeld, of Buiting. Brobby was wisselspeler in dit toernooi. Brobby, ja, maar die was een jaar jonger nog als deze. En was al wel groot. Ja, maar hetzelfde geldt voor Gravenberg en Iataren. We waren alle twee een jaar jonger nog dan de anderen. Maar die twee waren in die lichting zeer bijzonder, moet ik zeggen. Boadu en Redan. En waarbij Redan nu wel moeite heeft om zijn talent om te zetten in wat het verschil wat hij toen kon maken. Hoe komt dat, denk je? Nou ja, het blijkt dus dat talent is wat talent wat je bent op een bepaalde leeftijd. Het gaat uiteindelijk altijd om doorontwikkelen. En de discussie net van wanneer moet je naar een andere club gaan of naar het buitenland gaan of ga je te vroeg. Ik zit wel eens te denken, als ik een zoon had die heel goed zou kunnen voetballen, zou die niet beter gedijen bij Groningen of bij Utrecht of bij Willem II, ik noem maar wat. Omdat je daar heel snel je bij het eerste komt. Je kan heel snel daar je minuten maken in een eerste elftal. En bij een grote club als PSV, Ajax of Feyenoord is het een gevecht om überhaupt door te komen en minuten te maken. Ja. We hebben nog een interviewtje met Redan uit 2019. In april 2019 zat hij nog bij Chelsea. Nu is hij dus bij Hertha. En toen had hij het aandoenlijk kinderlijks. Ja, het is mooi dat Pieter Visser dat zegt. Ik vind dat ik daar ook in pas. En dat neem ik sowieso mee. En blijf ik elke dag hard voor werken. Ik denk dat als je bijvoorbeeld bij City ziet, die Aguero, dat is wel zo'n type. Ook niet echt een aanspeelpunt, een spits. Maar dat een jongen die snel wegloopt, die ook makkelijk scoort. Ook niet moet hebben van misschien altijd hele fijne techniek, maar meer ook heel gericht op het scoren. Ik denk dat is ook Deschamps, denk ik.
Nou, ik ben een spits, ik ben snel. Ik hou van diepte in mijn spel. En ja, ik kan scoren. En ja, ik ben sterk aan de bal. Ik heb nooit spijt gehad van mijn keuze die ik heb gemaakt. Ik ben er blij mee. Ik zie dat ik ontwikkel. En dat was mijn doel. Dus. Ja, ik denk dat het EK met onder 17 echt mijn hoogtepunt is in mijn carrière tot nu toe. Ja, Pieter Visser, de beroemde scout. Van de week zagen we nog op de televisie bij NOS. Die had hem tot grootste talent van Nederland uitgeroepen. Ik zei dat ik hem aandoenlijk vond toen zei, nou, het is wel een boef. Ja, dat is zeker een boef. Het is ook in de goede zin van het woord, want dat heb je ook nodig om je staande te houden. En ik hoop dat hij zijn belofte nog in gaat lossen, want het is wel een geweldig ventje. Ja, wat zei jij nou? Je vond... Nou, ik vond Peter van Veen, geloof ik, die zei type Aguero. Nee, Maarten Stekelenburg. Oh, Maarten Stekelenburg, sorry. Die zei type Aguero. En dat lijkt me wel lastig als je op 16, 17 jaar geleden dat te horen krijgt. En dan de schakeling te maken naar nu Hertha BSC, tweede elftal op de bank. En ja, daar moet je dan doorheen zien te... Nou, dat maakt het ook moeilijk voor talenten, dat je omgeving, in dit geval krijg je allerlei positieve feedback en je omgeving is ook heel positief. Maar het gaat om de volgende stappen maken, dus meer willen, beter worden. En je bent wel goed, maar het is niet goed genoeg, want je moet verder. En dat is de kunst, dat je dat in je hebt. Ja. Was dat het verschil met Matthijs de Ligt, die dat op 16-jarige leeftijd eigenlijk al een beetje in zich had? Dat die wel al zo ver was dat hij eigenlijk dacht als een 25-jarige... En dan op zijn 16e. Ik overdraai misschien nu een beetje, maar... Ja, Matthijs was toen ik met hem werkte bij onder 17, was hij al net zoals het nu is, zeg maar. Zo groot, zo sterk, zo. Dus die had eigenlijk alles voor. Dus hij was en inzichtelijk goed, hij was verstandelijk goed, hij was lichamelijk ver vooruit. En hij wist enorm goed wat hij ervoor moest doen. En nu nog, hij investeert enorm veel in zijn ontwikkeling. En ja, als je dat hebt, dan ben je bezegend, denk ik. Ja. Ik zag je gistermorgen even bij Milan in een heel aardig programma, zo zondagmorgen. Het ging ook over Ihattaren. Toen hadden we ook de stelling van PSV. Hè. Die stelling, er was niks mis met de opstelling van PSV ter ADO. Die komt straks nog terug. Maar Ihattaren, die speelde niet. Die kwam in. Jij zei iets over, dan moet ik het wel voorzichtig zeggen, als ik het helemaal goed citeer, dat hij wel de neiging had om te zwaar te zijn in de tijd dat jij met hem werkte. Nou, wat ik zei is dat we niet te snel naar de mond van de talenten moeten praten. We moeten ook de verantwoording bij de talenten blijven leggen. Dat zij het in zich blijven houden, dat ze zich maximaal bevragen. En dat ze ervoor zorgen dat ze op hun allerbest op het veld staan. En op het moment dat de media of hun omgeving zegt, ja, maar snap je dat nou die trainer? Of snap je nou die keuze? Of ongelooflijk dat ze die eruit halen. Dan moet je harder werken. En dan moet je er meer voor doen. En dan moet je nog meer op de deur kloppen dat ze niet om je heen kunnen. En Mo vind ik een fantastische speler. Echt, hij kan een verschil maken. Maar je moet met Mo wel altijd aan de gang. En je moet hem in het juiste spoor zien te houden. Dat moet Mo zelf doen. Maar daar heeft hij wel een omgeving bij die dat doet. En, hoe doe je dat? Want je omstelt de vraag over het gewicht prachtig. Want je hebt volgens mij echt wel gezegd dat hij iets te zwaar was. Daar ging wel een hele discussie over. Dus daar moet hij blijkbaar meer voor doen. Ik zag hem zaterdag invallen in Den Haag. En ja, dat linkerbeen is natuurlijk blijft er heel apart. Ja. Heel erg mooi. Maar hoe kan je nou, moet je aardig tegen hem zijn? Moet je hard tegen hem zijn? Moet je meelevend zijn? Moet je begrip hebben van dat hij hartstikke jong is en nieuw? Hoe pak je, dat hij heel veel heeft meegemaakt in zijn privéleven? Hoe pak je dat in godsnaam aan? Ja, je moet proberen om een band met die jongen te krijgen. Dus dat hij voelt dat jij het beste met hem voor hebt. En dan kan je ook op de juiste momenten hard zijn tegen hem. Want dan ziet hij de noodzaak van de ernst in. En dan gaat hij ook het andere leveren. En het voorbeeld wat ik net gaf is dat toen wij ons halverwege aan het voorbereiden waren op dat jaar van onder 17. Hij was nog een jaar jonger. Want hij is van 2002. Toen halverwege zat ik bij PSV in wedstrijden te kijken. En toen oogde die veel te zwaar, veel te makkelijk. Met gebaartjes naar medespelers. Waarbij ik zoiets had van, ja, maar ik ga jou nooit bij die groep halen. Alleen een paar maanden later, dan zie je hem weer. En dan nodig je hem eens uit met wedstrijden. En dan zie je wat voor jongen het is. En dat hij ook stappen heeft gemaakt. Dat hij fit is, dat hij het verschil maakt. Ja, en dan wil je me wel graag bij hebben.
Ja, hij speelde ook nummer 11 bij jou in dat toernooi. 11, 10, 7. Ja. Hij kon eigenlijk op elke positie spelen. Ja, want dat blijft natuurlijk een prachtig. Ja, hij heeft natuurlijk een heel groot talent. Met de passing en dergelijke. Ja. En dat zie je ook als je hem aanspeelt, dat hij wel een oplossing heeft. Alleen de trainer van PSV die verwacht nu iets van hem wat niet in zijn straatje ligt. Dus hij moet zich heel erg aanpassen aan de trainer en de speelstijl. En dat is voor hem een bepaalde slag die hij moet maken. En dat zie je op het veld bijna elke wedstrijd terug. Dat hij bezig is om zich te bewijzen aan deze trainer. En ik weet niet of dat een goede volgorde is een heel seizoen lang. Want het is wel echt een strijd aan het worden. Het publiek komt er nu bij. Mensen gaan een mening over hebben. Afvalai die gisteren natuurlijk losging. Bij Studio Voetbal. Bij Studio Voetbal. En ja, Iataren, het wordt nu wel de trainer tegen de speler. En dat lijkt me ongezond. Ja, nog een stap met Marco Timmer over praten. Die dat als PSV wat je op de voet volgt. En hier zien we wat beelden van Iataren. Ontegenzeggelijk een zeer begenadigd voetballer. Laat dat duidelijk zijn. Dat is hij gewoon. Zeker, maar je vroeg mij net van heb je wel eens als trainer zijn dat je ook andere teams volgt of daar beelden van maakt. Wat ik heel vaak tegen spelers zeg, wat ik vroeger wel gedaan heb, is heel veel naar Liverpool kijken en ze dat ook voorhouden. En die beelden liet je ook aan die spelers zien. Kijk eens wat Mané en Salah en Firmino, wat die aan arbeid verrichten op het allerhoogste niveau. En dus als dat de norm is, dan kan jij toch niet zeggen van tegenstander heeft de bal, ik hoef niks te doen. Ja, of verliezen de bal en ik hoef niet om te schakelen. Je noemt Mané, je noemt Salah, maar bij City speelt Bernardo Silva. Dat is een technisch waanzinnige speler. Alleen, dat gaat nooit over techniek bij hem, want hij werkt namelijk zo hard dat het pijn aan de ogen doet. Het is echt niet normaal hoeveel werk hij levert voor die ploeg. Omdat Cariolo dat wil. Hè. Dan staat dan rechts buiten, rechts op het middenveld, rechts back. Als je daar een clip van maakt, dat aan jouw spelers laat zien, iemand die dat niet wil meelopen. Ja, kijk eens wat Bernardo Silva allemaal voor werk levert voor zijn ploeg op dat niveau. Ja, dat is wel iets waar Iataren aan kan werken, om terug te komen op hem. Ja. Maar ja, hij moet werken, alleen het gaat erom, dringt Roger Smit tot hem, dringt de staf tot hem door. En dat hij ook het belang ziet, dat als hij in die top wil komen, dan is dat een vereiste. Zal hij ook de weerzin tegen een trainer, als hij er al is, moeten overwinnen? Ja, maar die moet hij niet zo zien. Ik bedoel, hij moet eruit halen wat erin zit. Ja. En dan is dat onlosmakelijk verbonden aan het spel van tegenwoordig. Ja. Kun je je ergeren als trainer aan spelers? Dat je eigenlijk zelf ook een soort van blokkade krijgt voor een speler. Dat je denkt, heb je hem, die zeurpiet weer. Omdat je kapot zit ergens aan zo'n speler. Ja, wat soms moeilijk is, als je de potentie ziet. En iemand die echt een enorme goede speler kan worden. Maar, en dat heb ik heel lang gehad met Ryan Gravenberch bijvoorbeeld. Dat je denkt van, nou, dat gaat jou dat lukken. Maar het ziet er toch naar uit dat hij, als je ziet wat hij al levert, dat echt een goede speler is. Ja.